Dames en heren, jongens en meisjes, welkom in de gloednieuwe theaterzaal van de Bernarders. Hier hebben wij gisteren onze première gehad en het ging geweldig en uitstekend. Ik ga even deze uitdoen. En ik hoop vandaag voor jullie ook weer een geweldige show neer te zetten. Hier achter mij zijn ze nog druk bezig met de allerlaatste loodjes. Vandaar dat we heel even moesten wachten. Ze zijn nog aan het stressen. Sommigen van u kent het wel om het allerlaatste moment nog een paar laatste dingetjes af te ronden. En ze gaan voor u Alice in Wonderland opvoeren. Een verhaal over een meisje dat groot wordt tot volwassen vrouw. U kent het wel, dit gaat gepaard met een rollercoaster aan emoties en ervaringen, nieuwe vrienden. En ook weer vijanden die je tegenkomt. En daarin gaat Alice u meenemen in dit avontuur. En ook als volwassenen herkennen wij dit. En natuurlijk moeten we ook niet vergeten om ook het kind van vroeger in je te koesteren. Want kinderen en volwassenen, het zijn natuurlijk gewoon mensen. En daar zit een hele wereld van verschil tussen. Maar eigenlijk komt het ook weer allemaal samen. En dat is dit verhaal. Dit verhaal gaat er juist over de brug tussen kind zijn en het volwassen zijn. Het kind dat opkijkt tegen een volwassene. En het volwassene wat ook niet moet vergeten om naar het kind te kijken en te luisteren. En het eigen kind in jezelf ook te blijven koesteren. En met deze diepe gedachten gaan wij voor u Alice in Wonderland uitvoeren. En een groot applaus alvast voor de midis. Zomaar een meisje. Geen enkel meisje is gewoon zomaar een meisje. En jij? Al helemaal niet. Hoe gaat het verhaal dan? We beginnen met een beeld. We zweven over Engeland in een vogelvlucht. Als een adelaar schieten we door de bossen heen. En dan zien we de Universiteit van Oxford liggen, waar jij woont met je vader, je moeder en je zusjes. En daar begint jouw verhaal. Dan stok je adem, je voelt de kou tot hier. Zie de heuvels, de groene flanken. En als je luistert, hoor je de klanken. En van de wind die suizend de hoek omraast. Zie je de school daarnaast, de grote bogen, de hoge toren. Verder luidt de klokken, kun je ze horen. Zie je mijn gezicht? Met mijn neus tegen het raam. Alice is de naam. Dit is, daar is Alice. Waar de wind is, daar is Alice. Een kooi van de tralies, ga naar buiten door het werk. Camille en Sally naar het saaie schoolse werk. En ik loop door de tuinen, het zout hangt in de lucht. Uit de zee de duinen en het schreeuwt slauw op de vlucht. Je wind moet waaien,
ziel moet zweven en jij moet leven. Mijn hart zegt zwerven of anders sterven. Wat ik beaam, Alice is de naam. Stromen slijten, weg wordt versteen, opvangt weg in het veen en wijd nergens voor terug. En de wind kan wervelen, er vormt een orkaan en dan toe gaat er aan ieder huis, elke brug. Zachtjes met een klik. Weer te laat op school, dus ik doe net of ik me schaam. Alice is de naam. Alice Pleasant Liddell. Ja, mevrouw Solitaire. Wat had ik gezegd over te laat komen in de les? Dat ik niet moest doen, juffrouw. En hoe laat is het nu? 7:55. Het zit in de familie, juf. Haar vader is ook altijd te laat. John Whistle, had ik jou iets gevraagd? En ze praten niet over de EK van Oxford. Dat is onbehoorlijk. En jij, juffertje? Vertel op, waarom was jij te laat? Ik keek naar de bomen en vooral naar de toppen. En hoe hoog zal die reken? En ik vroeg me af of ze de wolk aan zouden kunnen raken. De bomen de wolk aan zouden kunnen raken, bedoel ik. Ik weet niet hoe jij in de hemelsnaam aan die gedachte komt, kind. Het enige waar jij over na hoeft te denken, hoe je gehoorzaamheid spelt en hoe je foutloos Fur Elise moet spelen als je keurige, nette, getrouwde dame bent. En als het nog even doorgaat, dan moet ik je moeder bellen. En ik weet zeker dat zij hier niet blij mee zal zijn als ze hoort dat haar dochter zich niet kan gedragen. Oh, mevrouw, alsjeblieft, vertel het niet tegen onze moeder. Je hoeft niet voor je zus op te komen, Edith. Maar juf, luister nou. Nee, jij ook niet, Lorina. Ik weet niet hoe het bij jullie er thuis aan toe gaat, maar je zou toch denken dat de familie dat naast de kerk woont wel weet hoe dingen horen. En zo niet, vind ik dat mijn taak om jullie op te voeden tot keurig getrouwde, nette dames die alles weten van etiketten en sociaal gewenst gedrag. Ja, dat kan toch helemaal wel zeggen. Stil nou, anders krijgen we ook nog straf. Goed, sla jullie boekjes open op pagina 26. We gaan lezen over de bloederige koningin die de bijnaam de bloederige kreeg. Werd hij niet onthoofd? Ach, iedereen in die tijd werd onthoofd. Wow, en dat doe ik ook met jullie. Als jullie snel jullie boekjes openslaan. Oké, eens kijken of jullie goed hebben geleerd. Alice Liddell, ga maar staan. Waarom hoeft dat in ons zusterland, dat weet ik best. Maar waar je steden liggen, interesseer me dus geen pest. Ik heb wel echt een mening over landbouw of klimaat. Maar geen geslaag als ik daarover praat. Ja, ik ken de tafels en het hele alfabet. Ik weet niet of mijn echt wel in de klas wel opgelet. Maar als ik wil vertellen dat er iemand wordt geplaatst, dan hoor ik niemand heeft jou iets gevraagd. Hoe hard ik het ook probeer, ik hoor toch weer elke keer. Zorg maar dat je je gedraagt en niemand heeft jou iets gevraagd. Had ik vleugels, zou ik vliegen naar een plek hier vandaan. Naar de dag dat ik vrij zou zijn, op mijn eigen benen staan. Over
wakker moet worden? Nou, eigenlijk onze droomjuf. Laat dromen nou maar over aan de mensen die de luxe hebben om te dromen in het leven. En geloof me, dat zijn jullie niet. Dus concentreren jullie je nou maar op het heden. En jullie heden bestaat uit het voordragen van gezang 101. Lekker voor je, Mabel. Hou een keer op, John. Het is echt niet leuk. Ach, hou gewoon je lelijke muizenkop. Wat had ik nou gezegd, Mabel Barlow? Of wil jij graag nablijven? Maar... En Alice Little, jij moet al helemaal je mond houden. Spak ook altijd Alice. Ze is gewoon jaloers op haar. Waarom zou een volwassene jaloers zijn op een kind? Waarom zou Gilles met jou willen trouwen? En waarom wil je met hem trouwen? Hij is zo galant en ridderlijk. Joh, je bent ook nog veel te klaar om het trouwen te denken. Geen geklets achter in de klas. Jullie zijn ondertussen toch groot genoeg om beter te weten. We zijn altijd ergens of te groot of te klein voor. Nou, echt hè? Zo oneerlijk. Mabel Barlow, de tafel 7 alsjeblieft. Elke dag wil ik zonder rijtjes uit mijn hoofd. Je krijgt niet meer als je je niet enorm hebt uitgesloten. Goed, ik ga jullie boekjes teruggeven die jullie hebben geschreven voor etikettenles. De titel moet zijn waar ik nog te groot voor ben en waar ik nog te klein voor ben. Bijna iedereen heeft een onvoldoende en de dames Lidl hebben helemaal niks ingeleverd. Maar dat komt omdat we gisteren met mevrouw Dusje in het park waren. Ja, en ze vertelde ons een verhaal over Alice in een wonderlijk land vol nonsens en... Ik weet niet wat een wiskundeleraar te zoeken heeft in een park. En verhalen over nonsens kunnen allemaal nergens goed voor zijn. Oh, maar mevrouw, u had het verhaal moeten horen. Het was echt geweldig. Morgenochtend om 8:00 liggen er 3 keurige etikettenverslagen op mijn bureau. Anders zwaait er wat. John, blijf nou een keer van me af. Je bent zo ontzettend kinderachtig. Dank je, Jane, voor dit fijne compliment. Meisjes plagen kusjes vragen. Nou, als je op deze manier kusjes probeert te vragen... dan begrijp je helemaal niets van meisjes. Weet je wat jij moet leren, John, en alle jongens met jou? Dat je van een meisje af moet blijven als een meisje daarom vraagt. Alice, als ik het nodig vind om mijn leerling te berispen, dan doe ik dat zelf wel. Maar hij pest je wel, juf, en nu doet er helemaal niks aan. Ach, een beetje plagerij kan op zijn tijd geen kwaad. Nou, goed. Ga maar naar huis en ik verwacht 3 etikettenverslagen. Tot morgen allemaal. U heeft gewoon geen hart. Wat weet jij van mijn hart? Het metaal is gevroren. Behamerd, beklonken, bewerkt en gesmeden in vurige vlammen, gloeiend en likkend, stomend en sissend, in water gedonderd, nog kokend en woedend tevoorschijn gehaald. Het is ondoordringbaar en zelden gezicht gaat heel makkelijk open, maar soms moeilijk weer dicht. Dit hart van mij. Zij klonkend en zacht als een overrijp pers, vochtig en warm. Dat ze over kunnen lopen als sappige vruchten, als ze vol zijn met liefde, die heeft geen idee. Harten zijn als maliekolders, als helmen vol deuken met neergeklapt vizier. Harten zijn stevig en bijna onbreekbaar, beschermen zichzelf als een ingesloten dier. Ach, wat weet je nou? Je bent een kind en doe die deur achter je dicht. Of ben je soms in de kerk geboren? Nou, eigenlijk is dat echt heel gaaf van. Hij moet dicht blijven, altijd! Oh.
op mijn hart, het houdt me in leven. Het is net een kunstwerk, zo glimmend en glad. En er is best een kans, ook al was het maar even, dat ik hem een moment in mijn hart heb gehad. Dit hart van mij. Dit hart van mij. Hart van mij. Dit hart van mij. Dit hart van mij. Dit hart van mij. Waarom zo sip, Alice? Oh, hoi, meneer Jameson. Waar komt die donderwolk boven je hoofd vandaan? Juffrouw Solitair is gewoon zo gemeen. Niemand is gewoon zomaar gemeen, Alice. Er is altijd een waarom. Dus je zegt dat er reden is waarom zij zo streng en zo onrechtvaardig is? Waarom praat je niet eens een keer met haar? Misschien begrijp je haar dan wat beter. Waarom praat jij niet een keer met haar? Zij praat niet met meneren zoals ik, Alice. Zij praat alleen met keurige heren die manieren hebben. Nou, jij hebt meer manier dan haar, hoor. Ik denk niet dat het zin heeft. Waarom niet? Soms heeft onzin ook zin. Ik denk gewoon niet dat het zal werken, Alice. Misschien moet je het gewoon proberen. Alice, is klaar. Oh, ik moet gaan met Jameson. Doei! Alice, Alice! Ik ben er al. Oh, je lijkt je vader wel. Die is ook altijd zo laat. Ja, maar dat komt omdat hij dan de klokken moet luiden. En daarna moet hij nog door alle gangen rennen om op tijd in zijn lokaal te zijn, hè? Hoe dan ook, het zit blijkbaar in een familie. Jullie hebben beide geen talent voor tijd. Oh jee toch, het spijt me dat ik te laat ben. Het spijt me. Ik hoor dat jullie verslag niet hadden ingeleverd. Nou, als jullie verslag niet hebben ingeleverd, moeten jullie snel aan het werk, meisjes. Maar we zouden vanmiddag naar mevrouw Russen gaan en zouden we nieuwe boeken laten zien voor de boek. Toch zullen jullie eerst even aan het verslag moeten, lieverd. Dan kunnen jullie daarna toe. Kom, dan maken we het snel af en dan kunnen we daarna naar mevrouw Russen gaan. Soms bestaat het leven jammer genoeg niet alleen maar uit leuke dingen. Je moet soms leren je plaats te kennen in het leven. Ook als iemand super onrechtvaardig is. Ook dan. Dat is toch gewoon niet eerlijk. Daar heb je wel een beetje een punt. O jee, ik kom weer te laat. Spijt me. Doei, schatjes. Ga je even slag, dame. Anders zijn je zussen al klaar voordat jij goed en wel bent begonnen. Weet je wat, moeder? Ik ga wel beter mijn best om niet mezelf te zijn. Door thuis te komen met schuren in zijn kleren. Een kind hoort soms te vallen en zijn knieën te bezeren. Een kind hoort nog te dromen over draken en kastelen. Zich met een berg verbeeldingskracht geen middag te vervelen. Een kind moet kunnen delen wat hem zo verwondert. Een kind moet kunnen huilen als het leven overdondert. Een kind is toch ontroerend, is zijn kwetsbaarheid en kracht. Maar wat is er nou mooier dan een baby die lacht? Alles wat je ziet, alles wat je ruikt, alles wat je proeft, voelt is een leerschool en zo is het leven bedoeld. Alles wat je leert, fouten die je maakt, mensen die je kwets of raakt, zijn wat jou tot mens heeft gemaakt. Waarom moet ik hierheen? Oh, Alice, gelukkig, daar ben je. Ja, maar waarom zijn we hier? We hebben nu een afspraak met mevrouw Solitair. Hoezo? Zou ze ons vast wel gaan vertellen, lieve Alice? Goed, ik heb jullie hier bijeen geroepen om het te hebben over het ontoelaatbare gedrag van Alice van de laatste tijd. Waar is haar vader? O jee, toch, het spijt me dat ik te laat ben. Ziet u... Ik ben niet geïnteresseerd in uw excuses, evenmin die van uw dochter. De situatie is onhoudbaar geworden en ik zie mij geen andere keuze dan haar van school te sturen.
haar van school te sturen, maar dat meent u toch niet? Omdat het soms te laat is en wat dromerig is? Het is een oproerkraaier, een ondergestroker, meneer Lidl. Dat soort kinderen wens ik niet in mijn klaslokaal te hebben. Maar van school sturen is toch een beetje onredelijk? Ze kan een voorbeeld nemen aan de zussen. En als het hoofd niet vast zat van haar, dan zou ik het eraf slaan. En nu mijn lokaal uit, alsjeblieft. Alice, waar ga je naartoe? Ze zal weer naar het park gaan, naar mevrouw Dodgen. Zou nu voor het zien voor de boek. Zijn leuk, maar ook een beetje griezelig. Ja, echt hè, een beetje griezelig. Waarom is zo laat? Als wij nu in het wonder van Marotje zijn, zijn zij papegaai zijn. Nou, lekker dan, een papegaai. Dat is toch leuk? Wat zou ik zijn, denk je? Een baby arend. Want jij wil altijd de baas spelen, maar ik ben nog best wel klein. En mevrouw Dodje zou een dodo zijn. Want ze stottert altijd als ze haar naam zegt. Ja, Dodje. Ja. Het wonderland? Ja, dat verhaal waar mevrouw Dodje een boek over schrijft of zo. Schrijft mevrouw Dodje ook boeken? Maar ze is een wiskunde lerares. Ja, ze schrijft om sodium. Lewis Carroll noemt ze zich, geloof ik. Toch vind ik maar niet dat Alice daar in een eentje het park rondwaalt. Dadelijk is het donker en kan ze de weg niet terug naar huis niet meer vinden. Dan gaan we haar zoeken. Oh, maar Alice raakt de weg echt niet kwijt hoor. Ze kan echt wel voor zichzelf zorgen. Natuurlijk kan ze dat niet. Ze is ook maar een kind. Dat ik alles kan bereiken en dat ik nooit op mijn moeder ga lijken. Ik heb zoveel gedachten die het liefste zou delen. Van klimmen, rennen, zwemmen en spelen. Iedereen zegt dat het leven pijn doet en dat is waarschijnlijk echt wel waar. Maar ik leer, denk ik, als dat zou zijn, want ik is sneller dan hart kan kwetsbaar lijken, maar toch heerlijk om een kind te zijn. Wacht tot je zult zien wat ik kan bereiken. Hou me niet langer klein. Zo. Alice. Ja? Het is tijd om te gaan. Waarheen? Oh, je bent op een verhaal! Ja, je bent namelijk in het park in slaap gevallen. En als je wakker wordt, zie je in één keer een wit konijn voorbij rennen. Dat is toch niet zo merkwaardig? Er zitten zoveel konijnen maar in het park. Maar dan hoor je het konijn zeggen. O jee, ik ben te laat. De dodo is gearresteerd en de rechtszaak is al om 6:00. Wacht even, er liep daar echt een konijn. Een konijn met een zakhorloge? Hoe kan dat? Als je hem volgt, het konijnhol in, kom je waar je moet zijn. Daar waar wezens leven tussen werkelijkheid en schijn. Waar men loopt in cirkels en niet in een rechte lijn. Je weet waar je heen moet, dus je hoeft alleen te gaan. Naar het land waarin je leert dat wonderen bestaan. Volg het konijn, Alice. Valt en valt. Dieper en dieper. Tot je in een vreemde kamer terechtkomt. Omdat het deurtje waar je doorheen moet zo vreselijk klein is, wil je het liefst in elkaar schuiven, als een telescoop. Je ziet een flesje waarop staat, drink mij. Dus dat doe je. Plotseling krip je met een enorme vaart, tot je amper meer meter hoog bent. Dan zie je dat het sleuteltje nog op het tafeltje ligt. Dus je eet een koekje om weer te groeien. Je neemt weer een slokje en daardoor krimp je weer. Nu kun je precies door het deurtje en stap je zo wonderland binnen. Veel geluk, Alice. Theetijd! Ja, theetijd! Welkom in wonderland!
partij. Kom lekker zitten, meid. Ik heb mijn zee van tijd. Dus ben ik doodbedaasd. Neem nog een stukje taart. Wie ben jij? Ik ben Alice, denk ik. Welkom in Wonderland. De hoed en ook de rand. Van alles weten wij bij deze theepartij. Kom lekker zitten, meid. Ik heb een zee van tijd. Geachte poes, zou je mij misschien willen vertellen welke kant ik uit moet gaan? Het hangt er nog wel vanaf waar je heen wilt. Het kan me niet schelen waar ik heen ga. Dan geeft het ook niet uit welke kant je op gaat. Zolang ik maar ergens terecht kom. Die kant uit woont de hoedemaker en die kant woont de Maartse haas. Maar het maakt niet uit wie je gaat bezoeken. Ze zijn allebei gek. Oh, en ze zitten ook allebei aan die tafel. Aan de thee. Maar ik heb helemaal geen zin om naar gekke mensen toe te gaan. We zijn hier allemaal gek. Ik ben gek, jij bent gek. Hoe weet je dat ik gek ben? Dat moet zo zijn, anders had je niet gekomen zijn. Kom in Wonderland, de hoed en ook de rand. Van alles weten wij bij deze theepartij. Kom lekker zitten, meid. Ik heb een zee van tijd, dus ben ik doodbedaard. Neem toch een stukje taart. Of neem wat wijn. Ik zie helemaal geen wijn. Die is er ook helemaal niet. Dat was niet erg beleefd om het aan te bieden. Het is ook niet erg beleefd voor jou om zomaar te gaan zitten. Jouw haar moet geknipt worden. Je moet niet te persoonlijk worden. Dat is erg grof. Theetijd. Dat zei je net ook al. Het is hier altijd theetijd. Dat komt omdat de tijd boos op is. Zie je? Ik moest dus een liedje zingen voor de hartenkoningin, maar het duurde haar te lang. Zij zijn tijd aan het doden. Sla ze kop eraf. En sindsdien is hij altijd 4 uur. Af, snap je wel? Om niets. Nu is ze de doden weer gesticht. Om 7 is de rechtszaak al. Het zal al koppen weer gaan kosten. Echt waar? Wat heeft ze gedaan dan? Ze schijnt de rozen uit het hoftuin geplukt te hebben. En de koningin is dol op haar rozen. Heeft ze dat ook echt gedaan? Dat kan, maar het kan ook niet. Ik moet er heen om haar te redden. Dat gaat niet zomaar. Je hebt een plan nodig. Anders hakt de koningin ook jouw kop eraf. Vraag dan Absalom. Ja, ga naar Absalom. Doe dat. Die weet alles. Naar wie? Absalom. Wij brengen weer naar hem toe. Ja, volg ons. In Bos stikt de tijd wel door. Het is zo tegen 5. Maak je klaar voor een dolle rit. Yeah. Welkom in Wonderland, de hoed en ook de rand. Van alles weten wij bij deze theepartij. Kom lekker zitten, meid. Ik heb een zee van tijd. Ben ik doodbedaard. Wie ben jij? Ik ben Alice, denk ik. Wat bedoel je daarmee? Verklaar je nader. Dat kan ik dus niet. Ik weet wie ik vanmorgen was en wie ik gisteren was en de dag daarvoor, maar ik ben nu al een paar keer veranderd. Ik zie helemaal niets. Misschien vindt u het niet gek dat ik opeens groter en kleiner word op 1 dag, maar ik vind het heel apart. Helemaal niet? Misschien vindt u dat niet, misschien is het voor u wel heel normaal, maar ik weet dat ik het echt heel raar vind. Ik denk dat jij de perfecte maat hebt
En op een dag wordt ze net zo mooi als die vlindersnaar. Wacht maar af, je hoeft alleen maar te doen wat je moet doen. Maak het voort, Alice, het is al bijna 5 uur. Wie ben jij? Dat vroeg u net ook al. Het wordt hier echt vreemder en vreemder. Luister maar niet te veel naar Absalom. Je begrijpt meestal pas wat hij wil dat je doet als je het al gedaan hebt. Wie ben jij? Ik ben de Witte Koningin, mijn liefje. Heel leuk om je te ontmoeten, maar ik moet gaan. Ik wil naar de Hartkoningin toe. Waarom zou je daarheen willen gaan? De Hartkoningin is tegen niemand aardig. Ze heeft mijn koninkrijk verwoest. We zijn al jarenlang in oorlog. Alice wil de dodo redden. We hebben al gewaarschuwd. Maar ze wil niet luisteren. Lief kind. Dat is heel dapper van je. Als je dit echt wilt, moet je alsmaar rechtuit. Maar wees alsjeblieft voorzichtig. Het is een gevaarlijke plek. De Hartenkoningin heeft kaatsdaad en een wauwenwok in haar macht, wat haar praktisch onverslaanbaar maakt. Een wauwenwok? Het is een draak, waar de beroemde gedichten over is geschreven. Het was pralig en de slijpletos, tot toren op de weide weep. Misbrozig stonden borogos, en het woorden grasvak schreep. Mijn kind vreest steeds de wauwenwok, zijn krakement, zijn grepen klauw. Vrees ook de jup-jup vlekken op de gitterbandjes gauw. Oh, wat vreselijk allemaal. Ik wil graag de dodo redden, maar ik denk dat het haast ook helemaal mogelijk is. Toen ik nog jong was, geloofde ik altijd 6 onmogelijke dingen voor het ontbijt en een kaartje aan hetzelfde te doen. Dus ik kan hem toch wel redden? Zolang je maar gelooft, lieve Alice, kun je alles. Maar haast je, het is al bijna 6:30. Wat is er? Gaat het wel met je? Je ziet een beetje bleek. Ga zitten.
Ik ben zo in de war. Ik weet helemaal niet wie ik ben en of ik kan doen wat er van me verwacht wordt. Maar vreemder en vreemderder, in plaats van antwoord krijg ik telkens een vraag. De raadsels in mijn hart maken me moedeloos en verward. Jij kunt de hartkoningin wel verslaan met haar wauwelwok, want jij bent Alice. Ja, dat is nou juist. Ik ben gewoon Alice. Niemand is er gewoon maar Alice en jij al helemaal niet. Weet je wat? We helpen je wel. Wij? Ja, wij? Nou, ik weet het niet hoor. Oh, wat zijn toch geweldige vrienden? Nee, nou nu je het daar toch over hebt. Kom nou! Maar thee hoor, dan hoef ik tenminste niet naar de hartkoningin. We gaan het dodo redden. Ja, nou, zo gemeen. Ik vind maar een arme vrouw. Arme vrouw? Wat zeg je? Die man is gek, ik zei het je toch? Waarom is zij een arme vrouw? Nou, gewoon, niet iemand is zomaar gemeen. Misschien zit er wel een reden achter, misschien is ze wel heel erg onzeker of verdrietig. Of heeft ze misschien heel veel jeuk. Maar ze is heel chagrijnig verwoord. Dus er is een reden dat ze zo gemeen en onredelijk is? Nou, waarschijnlijk wel, ja. Dus jullie zullen moeten leren om verder te gaan kijken. Dus niet wat er in het woont, maar wat er echt in zit, snap je? Maar dat vind ik moeilijk! Dat is ook moeilijk. Waarom zou je dat dan ook doen? Blijf gewoon lekker hier. Bij ons. Ja. Goed idee. Kopje thee? Nee, zeker. Geen thee. We gaan de harde koning rijden met z'n allen. We zijn bang voor haar. Ik ben niet bang. Met z'n allen? Ik ben echt niet bang. Met z'n allen. Dat zou ik toch maar zijn. Wij zijn gek, maar zij is nog gekker. Lieve Koldekat, ook jij zal moeten gaan leren om verder te gaan kijken, ja? Kind, de wereld is zoveel meer dan wat je aan de oppervlakte ziet. Veel mensen en verhalen hebben lagen als een ui. Die zie je aan de buitenkant dus niet. Het
leven gaat kilometers dieper dan veel mensen ooit zullen ontdekken. Dus durf je dat konijnenhol in, kom op de allermooiste plekken. Dus heb je een duidelijk doel, bedenk dan iedereen heeft gevoel. En als je leert daarop in te spelen, zul je nooit, nooit niet vergeten. Vooroordelen zijn zo laf, beoordeel een boek dus niet op de kaf. Duik maar in en lees hem maar, want als je iets wilt krijg je alles voor elkaar. En zo zijn mensen dus ook precies, het is maar welk bord je kiest. Maar met een beetje aardig zijn, bereik je veel meer dan met vernijn. Dus met hoed in hand, met hoed in hand, kom men door het ganse land, kom je door het ganse land. Want je vangt vliegen nog niet met Alzheimer, met honingland. Schoenlintjes, ja, in ook is honing. Maak je geen ruzie en hou je stil. Jij wat je wil. Skididatididadidzatu. Lok de muizen uit een hond. Ze schenkt die koppen lekker vol. Met een heerlijk kopje thee krijg je zoveel mensen mee. Als je luistert naar elkaar, krijg je veel meer voor elkaar. Je dacht in het begin vast een knettergekke schooier. Maak wat met de zin in je hoofd een stukje mooi. Omdat je wel beter mijn wereld dit begrijpen. Duurt het niet lang of je danst aan mijn pijpen. Kijk zo. Skitza, skidida. Skitza, skidida. Skidida, skidida. Skid, skid, skidida. It's a two. Skidida, skidida. It's a two. Skidida, it's a two. Skidida, skidida. Oh, wow. Met hoed in hand. Kom in door het ganse land. Want je vangt vliegen toch niet met ons uit. Met honingenland. Schoenland is ja en nog is wel. Maak je geen ruzie nou eerst stil. Jij wat je wilt. In je leven. Wees niet simpel, echt brutaal. Maar luister ook naar iemands verhaal. Als je leert, neemt iemand van me aan. En ik kon steeds het leven verstaan. Hoor ik nog niet snel, ben ik eerst. Waar komt dit vandaan? Met de hoed in de hand, met de hoed in de hand. Kom in het ganse land, kom in het ganse land. Want je vangt je toch niet met Alzheimer, met honingenland. De schoenlint is jij in oog is warm. Maak je de zin nou eerst. Jij wat je wees, allereerst een vriendin. En dan krijg jij je zin. Maar haast je, Alice. Het is al bijna 7 uur. En de terechtstelling. Het is al 6 uur en de terechtstelling is al om 7 uur. Ja, we moeten ons haasten. Ja, laat ons je helpen. Dan kom je zeker op tijd waar je wezen moet. Wij helpen wel je weg te vinden. Je kan daar naartoe of daar naartoe. Wat denk je zelf? Oh jee, ik kom weer te laat. Al hetzelfde verhaal. Alice, waar ben je? We hebben het hele park doorgezocht, maar konden je niet vinden. Ben je in je kamer? Wat moet ik nou doen met jou, mijn lieve kind? Aan de hoge zwarte hemel stond een heldere ster. Ze zocht een plekje om te slapen, want ze kwam van ver. Ze nestelde zich op een ochtend, zachtjes in mijn schoot. En kijk nu toch, mijn kleine wonder is ineens zo groot. Je neemt geen kind, je krijgt het. Het is iemand die jou kiest. Een verre ster die 's nachts aan jou het kinderhart verliest. En op een dag ontwaak je en je weet dat iets ontluikt. Nieuwtje in je buik. Er woont een kind in mijn hart en daar blijft ze voor altijd.
zij heeft me zo vaak van alle zorg en pijn bevrijd. Doet me verdriet voor mijn pad, maar de liefde blijft bestaan. Ze is mijn bloed en tot ik sterf laat ik haar nooit meer gaan. Ik zou me eens op zoek gaan naar mevrouw Dodgson. Die wist vast waar ik je kan vinden, lieve Alice.